Ik ben Naomi Adedeci en ik doe mee met theater en performance. En wat voor stuk ga je opvoeren? Ik ga een monoloog doen. Ik ben Meerte en ik doe mee met de categorie fashion. Hoe is het met de spanning? Ben je een beetje zenuwachtig? Ja, ik ben heel erg zenuwachtig, maar wel gezonde zenuwen. Het thema is vreemd. Hoe heb je dat laten terugkomen in jouw fashion? Ik heb het zeg maar laten terugkomen door een collectie te ontwerpen met kleding met allemaal statements erop. En die hebben allemaal wat te maken met jezelf zijn en eigenlijk hoe vreemd je ook bent. En de titel van mijn modeshow is ook As Strange As You Are. Ik ben zelf Lisse en ik doe met mijn band Just mee aan de categorie muziek. Hoe is het met de bespanning? Ben je een beetje kriebelig? Oh nee, het valt wel mee hoor. Dit is de derde keer dat we meedoen, dus het is allemaal wel redelijk bekend. Geen spanningen. We zien jou, zag je al met de gitaar zitten. Zou je misschien voor ons een stukje willen spelen? Ja hoor, dat zou. Jullie zijn net opgetreden, heb ik gezien. Misschien kunnen jullie even vertellen wie jullie zijn en in welke categorie jullie meedoen. Wij zijn de Suspenders en we hebben meegedaan met muziek, een zelfgeschreven nummer. Hoe voel je je na het optreden? Ik ben heel erg blij. Het is wel goed gegaan naar mijn mening. En volgens mij vinden anderen dat ook wel zo. Wat denk je dat de jury ervan vond? Ik ben benieuwd. Volgens mij was het wel erg hoog niveau. Dus, ik denk wel dat we... Nee, van iedereen, van het hele eerste blok, nu met muziek. Maar laten we hopen. Nou, we zijn bij het expositiegedeelte terechtgekomen. Willen jullie misschien even ons hier het voorstellen? Ik ben Alexander. Ik ben Charlotte. Ik ben Vera. En wat hebben jullie allemaal gemaakt, gedaan, gefotografeerd, geschilderd? Mag ik dat van jullie weten? Ik heb drie vreemde dingen uitgekozen. Eén heel groot schilderij waar twee galopperende vreemde dieren worden weergegeven. Eigenlijk half paard, half hagedis. De titel is ook Hipposaurussen. En ik hou vooral van paarden. Ik zit zelf ook op paardrijden. En de reptielen zijn zo'n beetje mijn lievelingsdieren, dus daarom heb ik ze gecombineerd. Left on, locked in my zone. Ready for the test, yo. What the fuck, I guess so.